De bedenker van het NK Beurlen en groot natuurliefhebber Henk Rüssler is overleden. De bekende boswachter van Nationaal Park de Hoge Veluwe verscheen veel in de media. Een groot deel van de dijken in Gelderland wordt versterkt. Een monsterklus, maar de eerste kilometers zijn klaar. Kan de dijk straks weer tientallen jaren mee? Jonge asielzoekers in Beekbergen werden niet direct met open armen ontvangen. Maar op het voetbalveld voelen ze zich helemaal thuis. Wij zijn trots. Trust. Ja. Trots. Trots. Ja. Goedenavond. De bekende boswachter Henk Rüssler is overleden. Jarenlang was hij het gezicht van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Ook was hij de bedenker van het Nederlands kampioenschap Beurlen. De wedstrijd waarbij mensen zo goed mogelijk een beurlend hert na moesten doen. Hij overleed woensdag in Apeldoorn aan de gevolgen van een ziekte en werd 64 jaar. De afgelopen jaren was hij vaak bij Omroep Gelderland te zien. Je moet echt flink kracht zetten om een volle beurl te kunnen geven. Ja. Ik hoorde trouwens alleen. Ja, volgens mij staan ze in de buurt. En die witte fietsen is gewoon niet meer weg te denken in het park. In 1974 begonnen. We zitten hier al 25 jaar op park. We zijn hier in de ontvangsthal, de grote hal van het jachthuis Sint-Hubertus. Een hele goede avond. Ja, dan dijkwerkzaamheden. De meest kwetsbare dijk in onze provincie wordt namelijk versterkt. Het is het eerste deel van een 27 kilometer lang traject tussen Tuil en Haaften. Een grote uitdaging omdat er op sommige plekken maar weinig ruimte is voor de mega-operatie. De eerste paar kilometers zijn opgeleverd. Hier zie je de rivier. Nu staat de rivier ook wat hoger. En het achterliggende land ligt lager en die dijk houdt het water tegen hier. De grootste klus na de deltawerken is het. In totaal wordt zo'n 2000 kilometer dijk opgehoogd, waarvan de eerste 27 hier in Haaften. Dit is een van de smalste dijken van Nederland. Het stond ook hoog op de lijst om te versterken. Ook met het economische belang dat hier achter ligt. Dus kan de dijk straks weer tientallen jaren mee. Nou, de acceptatie van grote overstromingen die is niet meer zo groot als dat in de tijd van Napoleon was. Dus wij gaan ervan uit dat wij Nederland moeten beveiligen tegen grote overstromingen. Want de gevolgen daarvan die zijn echt heel erg ingrijpend. Ja, hoe groot is het gebied ongeveer dat onder water had kunnen komen staan? Ja, dat is enkele tientallen kilometers hier vandaan zou het onder water lopen. In ieder geval de hele Betuwe is een beetje. Ja, zowat de hele Betuwe inderdaad. Dus de 80 kilometer van hier naar het oosten worden op dit moment versterkt. En dat zijn allemaal dijken die behoorlijk nodig zijn om ze om te versterken. Bijna de helft van alle belangrijke dijken in Nederland moeten worden aangepakt. Dus een hele grote opgave. Onderaan de anker boren wij een gouwprop. Dus ontstaat er een soort plug in de grond. Vervolgens lassen wij er een balk achter en spannen wij de ankers af met ongeveer 100 ton. En dan krijgt de dam wat meer stevigheid. Een vierde klas jeugdvoetbalteam van VV Beekbergen speelt de Sterren van de Hemel. Bijzonder is dat het team volledig bestaat uit minderjarige asielzoekers die sinds een aantal maanden in Beekbergen verblijven. De plotselinge aankondiging van de groep zorgt in eerste instantie voor nogal wat ophef. Maar nu zijn het ware helden. Wel in controle, hup. Goed geven. Dit zijn Abdullah en Mohammed. Hey! Er valt wat te juichen, want deze asielzoekers verloren nog niet één wedstrijd. Zojuist nog wonnen ze met 8-0. Wat is jullie geheim? Passie en plezier. Het hele voetbalteam mag niet gefilmd worden omdat de asielzoekers minderjarig zijn. Maar Abdullah en Mohammed zijn net 18 geworden. En dus kunnen zij wel vertellen over hun knappe prestaties. Wij zijn trots. Trust. Ja. Trots. Trots. Ja. De Nederlandse taal is nog even wennen. Net als de inwoners van Beekbergen het aanvankelijk lastig vonden dat de minderjarige asielzoekers in hun dorp werden opgevangen. Alles wat nieuw is, is even wennen, zeg ik altijd. Dat heeft tijd nodig gehad. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat we goed zijn ontvangen hier. De asielzoekers mogen bij de lokale voetbalclub meedoen in de competitie. Met succes dus. Terwijl sommige spelers, zoals Abdullah, nooit eerder competitie hebben gespeeld. Hier is professionele. Beter training, beter veld ook, ja, beter. Wat betekent voetballen voor jou? Alles.
voetbal is het leukste wat er is. Overwinningen worden groots gevierd. Uitbundig. Uitbundig. Daar staan we heel bekend om. Maar de echte voetbaldroom, die moet nog uitkomen. Mijn droom is Real Madrid, alleen makkelijk. Real Madrid? Moeilijk, ja. Moeilijk. Ja. Volgende week woensdag is het Valentijnsdag. Je kunt je geliefde natuurlijk overladen met chocola, rode rozen en cadeaus. Maar uit onderzoek blijkt dat dat al lang niet meer genoeg is. We willen niet langer een product, maar een ervaring. Je Valentijn meenemen naar een romantische plek is het helemaal. Maar een mooie plek alleen is niet genoeg. We hebben dicht bij huis in Gelderland heel veel mooie plekjes. Eigenlijk zijn we in Gelderland heel goed bedeeld. Maar alleen Brekelmans uit Zevenaar weet waar ze het over heeft. Want ze bezoekt voor haar werk romantische plekjes en schrijft daarover op diverse websites. Wat ik dan zeg maar zie vanuit mijn werk is dat mensen wel veel meer naar de natuur gaan en ook echt wel kiezen voor wat meer basic. Zo staan de Pots op buitenplaats Beekhuizen hoog op haar lijst van romantische toplocaties. Ja, dus dat je zelf ook een vuurtje moet stoken om bijvoorbeeld je hutje warm te krijgen. Dus die eenvoud waarbij je zelf dus actiever bezig bent, dat is wel iets wat ik nu meer zie. Terug naar de natuur. Real love. Het is echt wel even nadenken. Als je niet goed hebt nagedacht over wat die ander leuk vindt, kan je natuurlijk wel heel erg misschieten. Ja. Dus je moet eigenlijk je verplaatsen in die ander. Heel goed, ja, je bent een snelle leerling. Ik denk dat je al best wel goed weet wat je partner ook fijn vindt. Dus als jullie houden van een heel goed glas wijn 's avonds bij romantisch kaarslicht, nou, kies dan voor een plek waar je dus inderdaad kunt dineren en logeren. Nou hebben we die plek. En dan? Nou, dan moet er natuurlijk een leuke uitnodiging komen. Je wil iemand verrassen. Nou, en dat doe je natuurlijk door een echte Valentijn te zijn. Veroveren, dat doen we niet zo erg meer. Het is gewoon, we maken een afspraak. Ja, doe echt je best, want dat voelt de ander ook. En dan heb je al de helft gewonnen. Wat is er toch aan de hand in Gorssel? Soms is het een ander flesje. Altijd een rood stuk vlees. We vinden het op deze plek, exact hier, al bijna 3 maanden. Zometeen meer. Dries van Acht is afgelopen maandag overleden in zijn woonplaats in Nijmegen. Hij was van 1977 tot 1982 minister-president van 3 achtereenvolgende kabinetten en werd de eerste CDA-premier van Nederland. Van Acht werd vorige week 93, maar kampte al langere tijd met een broze gezondheid. De oud-premier overleed hand in hand samen met zijn vrouw Eugenie van Acht Krekelberg na een bewogen leven, waar hij in 2013 over sprak met collega Erik van der Pol. Ik heb een fijn leven gehad, ja. Maar er is u veel overkomen, zegt u dan? Er is heel wat gebeurd, maar het is in ieder geval een interessant leven geweest. Ik zou eigenlijk niet goed weten wat ik zou willen overdoen als ik de kans daartoe zou krijgen. In Epe wordt vanavond een lichtjestocht georganiseerd voor de 14-jarige Kira, die afgelopen weekend omkwam bij een verkeersongeluk. In haar woonplaats wordt voorafgaand aan de tocht een condoleance op haar school gehouden. Kira kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven bij een oversteekplaats. Ze was met de fiets onderweg naar huis en is daar geraakt door een auto. De bestuurder reed na het ongeval door. Een mysterie in Gorssel. Sinds een aantal maanden wordt telkens op ongeveer dezelfde plaats in Gorssel een stuk vlees gevonden. En daarnaast staat dan een leeg drankflesje. Is het een grap of is het misschien wel een poging om honden te vergiftigen? Kijk, zo dus. Ja, zo vinden we het dus steeds. Soms is het een ander flesje. Altijd een rood stuk vlees. We vinden het op deze plek, exact hier, al bijna 3 maanden. Het is altijd drank. Meestal is het wodka, maar ook wel eens whisky. Goeiedag. Herkent u deze fles met alcohol? Ja, ja, die hebben wij inderdaad in ons assortiment. Wat zit erin? Wodka. Komen hier wel eens zonderlinge figuren dit soort flessen alcohol kopen? Geen idee. Het zou kunnen zijn dat iemand het niet zo heeft gevonden en het misschien dan dus vergiftigd. Kent u dit stukje vlees? Dat komt niet bij ons vandaan. Hoe weet u zo zeker dat hij niet hier is gekocht? Nou, omdat het iets te roze van kleur is. Ja, het kan ook een ritueel van iemand zijn. Ik vind het belachelijk en raar dat iemand dat doet. Maar waarom? Ja, dat snap ik niet. Een gebroken liefde? Nou, vlees met drank, ja. Er liggen wel eens donuts naast. Ja, er fietsen hier ook gewoon kinderen door het bos en die spelen hier.
Ja, je moet niet aan denken dat zo'n kind zo'n donut pakt. Is het ook niet een uit de hand gelopen flauwe grap? Doe je dat 3 maanden lang en dat je misschien niet beseft dat het misschien gek is om te doen, dat zegt misschien eens over ja, de mentale gezondheid van deze persoon. En ja, die wens ik dan wel toe dat hij ergens een verhaal kan gaan doen en dat dit kan stoppen. Ja, de politie onderzoekt de vloeistof in de drankflesjes, zo laat de wijkagent ons weten. Op tal van plekken kriskras door de provincie maken carnavalsliefhebbers zich klaar voor het feestgedruis en de zotheid. Ook bij carnavalsvereniging De Nathalzen in Loo. De vereniging doet altijd veel voor de jeugd. En dan hebben ze ook nog 2 jonge prinsen. Ik ben prins Luc de Eerste. Hier was ik jeugdprins, 9 jaar geleden toen ik 12 was. En nu grote prins. Naast mij staat mijn jeugdprins. Hallo. De jeugdprins van dit jaar mag direct aan de slag in zijn eigen basisschoolklas. Bij de Bernadetteschool. Hebben we er allemaal zin in? Ja! Carnaval is heel erg leuk en het is altijd gezellig. Ik ben steeds politie en carnaval is leuk omdat we dan allemaal feest vieren. Ik ben een astronaut en carnaval is leuk omdat je liedjes kan luisteren en het is gezellig. En ik ben een agent banaan. Het leukste aan carnaval is gezelligheid en het leuk. En ik vind carnaval leuk omdat je met z'n allen kan feesten en omdat ik natuurlijk prins ben. Dus ik denk gewoon lekker gek doen en niet te veel nadenken. Dan, dat is denk ik de magie. Voorop in de Polonaise, je mag dingen voorlezen en zo. Ja, dat je toch wel veel aandacht krijgt van wel iedereen. Van de meiden kennen. Nou, ik hoor net van de meiden. Ons carnavalsweekend gaat vandaag beginnen, dus wij hebben er al zin in. Of niet? Ja. Ja, zo zie je maar dat carnaval toch echt niet alleen een Limburgs en Brabants feest is. Hoe het komt dat Gelderland minder bekend staat als feestregio wordt uitgelegd in onze explainer op onze socials. Ja, na het nieuws kunt u weer kijken naar de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Ja, Klaas, er valt vast weer van alles te bespreken, hè? Ja, bijvoorbeeld met deze man, Bart Kemp van Agractie. Ik ga het over de boerenacties hebben van deze week. Boeren zijn boos en bezorgd, maar de vraag is natuurlijk of dit het juiste effect heeft, deze acties. We gaan het ook hebben over de blinde tribune van NEC. Die bestaat 10 jaar. Hoe het daartoe gaat, bespreek ik zo meteen met een commentator en een fan. We hebben muziek natuurlijk, carnavalsmuziek van Freeline met Gerrit Vossers, de weerman van Pol. Het staat op zijn borst, moet ik zeggen. En meer carnaval, want we hebben het prinselijk paar van de grootste carnavalsvereniging van Nederland. En die zit in Vaassen. En daar achter de bar hebben we natuurlijk ook onze eigen barman. Ja, je ziet hem goed. Dat is Frans, hè? Frans de Eerste. En Sonja, ja, wij gaan het hier heel gezellig maken. Dus als je zo meteen nog even in de Polonaise wil, van harte welkom. Ik zeg goed idee, even aanhaken. Nou, tot zover dan deze nieuwsuitzending. Op onze app en op onze site vindt u meer. Zo krijgt de Achterhoek 25 miljoen van het Rijk. Bent u benieuwd waarvoor dit geld is? Dan kunt u dit dus allemaal teruglezen. Ik wens u een mooie avond verder. Goedendag. Op heel veel plaatsen in Gelderland kregen we dit soort foto's binnen. Grote plassen in de bossen moesten toch wel even omheen manoeuvreren als je er vandaag op uitging. En dat was natuurlijk niet onlogisch met die regenachtige periode waar we mee te maken hebben gehad. Toch was het vrijdag overdag ook wel vaker droog. We zagen nog enkele opklaringen, maar verderop lag er dan ook wel weer wat regen klaar. Het was een beetje een afwisseling van regen, zon en die wolkenvelden. Bij temperaturen die erg hoog uitkwamen, zo rond 13 graden. Ook de komende dagen blijft het toch echt wel wisselvallig. Die regen van donderdag die ligt inmiddels ten noordoosten van Nederland. Dan hebben we nu dus tijdelijk met iets droger weer te maken. Dat is zaterdagochtend ook nog het geval. Dan neemt de bewolking wel al snel weer toe. En uiteindelijk volgt in de avond en in de nacht naar zondag een nieuwe regenzone. En die trekt dan uiteindelijk zondagochtend pas weer weg. Dan hebben we overdag zondag een paar uren met wat droger weer. En waarschijnlijk ook zonnige periode. Maar toch zien we ook hier op de weeranimatie alweer nieuwe regen klaar liggen. Dus voorlopig moet je die paraplu echt nog wel even bij je houden. Vanavond is het in ieder geval erg zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen zo tussen 9 en 11 graden. Het weerbeeld laat daarbij veel bewolking zien. Af en toe nog even een spatje regen. Met name in het noorden van onze provincie. En een enkele opklaring. Vannacht verandert er weinig in dat weerbeeld. De temperatuur komt uiteindelijk uit zo rond 7 of 8 graden... met nog steeds eens kans op een spatje regen, maar ook gewoon droge momenten. En de wind is zuidoostelijk en slechts zwak van kracht.
Morgen start dan nog droog, maar de bewolking wordt wel snel dikker. En bij een zwakke zuidoostenwind warmt het weer flink op voor de tijd van het jaar, met 12 of 13 graden als maximum. Het is eerst eens nog droog, maar in de loop van de avond neemt de kans op regen vanuit het zuiden toe. Zondagochtend hebben we dan ook nog met regen te maken, maar overdag is het dan vaker droog met een graad of 10. In de nieuwe week blijft het licht wisselvallig. Dan gaat de temperatuur ook weer ietsje omhoog naar uiteindelijk 11 graden op woensdag. En voorlopig is het dus echt wel wisselvallig en zacht. Tot de volgende keer.